was etappe 6, net voor de bergetappes. We zaten in de laatste 25 kilometer en ik zat bij Rob in het wiel, Rob Ruig. Die zei tegen mij, we gaan zo naar voren toe, omdat ja, dan wordt het altijd dringen natuurlijk op het laatst. En toen hoorde ik ze voor me vallen, allemaal veel geluiden. En toen wist ik dat ik zelf ook ging vallen. En dan denk je even van hoeveel pijn gaat het doen. This is unbelievable. There's so many risks. There's a rider here from Vaconseley at the back of the pack. He needs a back wheel. He's waiting for his mechanic to come up alongside him there. Ja, daar ligt een hele Wout in de sloot. Hij heeft eigenlijk niet eens veel schade onder, maar echt zijn ribben. Het is allemaal people pass. Dus. Ik lag vooral op de grond. Ik kreeg bijna geen lucht. En toen allemaal mensen over me heen en dokters kwamen voorbij lopen, maar ze lieten mij allemaal een beetje liggen. En toen zag Rob mij liggen. Die kwam gelukkig naar me toe. En die deed mijn helm even losmaken. En toen kwamen al snel Daan en Michel van de ploeg. En ja, toen werd ik eigenlijk de ambulance ingedragen. Maar toen lag ik daar en ik denk, ja, als nou de deuren dicht gaan, dan is het zeker voorbij. En hij lag al in de ziekenwagen en we waren er al klaar mee, maar hij wou er toch uit. De deuren gingen bijna dicht. Ja, de deuren waren al dicht, de dokter wou niet meer dat hij eruit ging, maar hij wou er toch uit. En ik zei, nee, ik kan wel weer fietsen. En die zei, nee, je hebt je ribben gebroken. Toen zei ik, ja, volgens mij niet. En toen ging hij weer voelen aan mijn ribben, maar dat deed zoveel pijn. Dus ik denk, als ik die man dan gewoon met een stalen gezicht blijf aankijken, dat ik niks voel, denk, dan maak ik er misschien uit. Ja, dat lukte dan ook uiteindelijk wel, maar toen ging die brancard weer uit. Ik, pijn en moeite van die brancard, toen stapte ik weer de fiets op. Maar ja, ik voelde eigenlijk al dat het echt niet goed zat. Je zit op die fiets, doet ontiegelijk veel pijn, maar je ziet ook nog allemaal publiek langs de kant. En je weet dat je in de Tour zit. Maar je weet ook misschien in je achterhoofd, het zit niet goed en eigenlijk moet ik afstappen, maar je wil het eigenlijk niet. Dus ja, dan blijf je met doorharken op dat moment. Elk kiezelsteentje wat ik overreed, deed zoveel pijn bij mijn ribben. Ja, toen kwamen ze naast me rijden van de ploeg om te vertellen dat ik toch maar af te stappen. Ja, dan houdt het op en dan is het stil in de auto en ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt en dat is wel moeilijk. Neem je het moeilijk, omdat je er toch naartoe gewerkt hebt en we dachten dat hij er klaar voor was en hij zelf ook en dan lukt het weer niet. Het houdt op hier en het is niet anders. Wout is in 1987 geboren, komt uit een gezin van 3 kinderen, is de jongste en is altijd een rustige, bescheiden jongen. Wout wilde nooit op de voorgrond zijn en als er bezoek was, dan ging hij altijd in een hoekje zitten of hij ging naar de slaapkamer toe. Voor hem hoefde dat eigenlijk allemaal niet van dat ze wat aan hem gingen vragen of zo. Hij zat hier in Blitterswijk bij de voetbalclub. Hij stond in de goal en Henk zei van, god, ga toch ook eens mee spelen. Oh nee, zegt hij, in de goal vind ik veel makkelijker. Hoef ik niet zoveel te rennen. Het is eigenlijk begonnen met wielrennen. Dat Henk zondagsmorgens met stelletje man ging wielrennen, zo voor de hobby. Papa eerst, die ging altijd op zondagmorgen rondje fietsen in Blitterswijk op zondagmorgen. En toen begon Norbert, die begon ook een beetje mee te doen. Nou, ik vond dat leuk, een fietsje gekocht en ben ik meegegaan met pap. Nou, van het een kwam het ander, een vriend van mij sloot zich er nog bij aan en zijn we op zoek gegaan naar een wielerclub in Helmond. Ja, op die manier ben ik aan het fietsen geraakt en bij mij ging het van het een en het ander ging het toch wel goed. Het begon heel spelenderwijs, maar op een gegeven moment kreeg ik een beetje in de gaten dat ik ook talent had en dat ik ook een keertje een wedstrijd kon winnen. Ik werd gezien in de regio en op een gegeven moment in een nationale wedstrijden ging ik ook heel erg goed. En Wouter die was nu een jaartje of 4 jonger dan mij. En later na kreeg hij ook de smaak te pakken. Ik vond hij het ook wel leuk wat zijn grote broer deed. Heeft hij ook eigenlijk een fiets gekocht? Ja, hij is ook gaan fietsen. Kon ik in het weekend af en toe een wedstrijd te rijden. 2 keer in de week dat trainen. Met de auto naartoe of zelf op de fiets naartoe. En zo is dat eigenlijk een beetje dat balletje gaan rollen en krijg steeds meer plezier in, gaat steeds beter.
En op een gegeven moment kom je bij de neo-amateurs. Dat is de categorie onder de 23 jaar. Nou ja, daar zat ik op een gegeven moment in. En daar zat ik 4 jaar in. En het laatste jaar, toen schoof Wout ook in die categorie binnen. Hij vroeg alles aan Norbert. Hoe was dit? Of waar moeten we nou naartoe? Of dit of dat? En ja, dat werd voor hem wel eigenlijk geregeld door Norbert. Maar later zei Norbert, ja, jij moet dat zelf ook uitzoeken. Hij is de kleinste van de drie broers. Of van de drie jongens die bij ons thuis zijn. En ja, hij werd ook altijd wel weer een beetje in de watten gelegd, vond ik. En ja, datzelfde, die mindset die had hij daar op het begin eigenlijk ook. Van, ja, ik ben de Benjamin van de ploeg was hij altijd. Hij was altijd de jongste. Dus als ze op trainingskampen waren of op wedstrijden, dan wilde Wout wel bij Norbert op de kamer liggen. Maar zei Norbert, nee, jij gaat maar bij iemand anders liggen. Ik denk dat is wat makkelijk. Ik denk, kom ik samen met Norbert in de ploeg en dan hoef ik zelf niet zo op te letten. Maar dat deed hij toen niet zo. Dat is weer even kijken. Alleen vrijdag, donderdag en vrijdag voor jullie. Volgens mij. Alleen op donderdag en vrijdag? Ja, volgens mij wel. Eindhoven, Transavia. We kennen Wout van school, de basisschool. Dat is wanneer hij in Blitzer is komen wonen. Toen hij 4 jaar was. 4, 5 jaar. 4, 5 jaar. Toen hij bij ons in de klas kwam. Is hij inderdaad bij ons in de klas gekomen. Het was een klein rebelletje, denk ik. Ja. Jawel, ja. Zeggen. Stiekem rook achter de kerk. Er was een hoek met een tuintje met wat hoge struiken. En dan zag ze hem in de pauze zo'n rookpluimpje naar boven komen. Ja, en dan wist je van, daar zit Wout. We werkten bij Rozenkweker. En dan gingen we in de zomer bij 25 graden, 30 misschien wel, in een dikke trui werken. Had je een fles water met een hoop zout erin. Ging je dan drinken om het vocht beter vasthouden. En zo ging je zich trainen voor de Tour al. Ja, die trui hield je dan aan om weerstand op te krijgen. Ja, om weerstand op, ja, inderdaad. Het is langer uit te houden. Ja, wij hielden hem hartstikke voor de gek natuurlijk. Ik bedoel, wie gaat er dan met zijn dikke trui zitten met 25 graden? Dan heb je schroef los. Ja, dat weet ik ook. Ja, maar ja, Wout deed het. En achteraf, ja, ik weet niet of dat het is wat hem heeft geholpen met zijn succes. Dat was heel bijzonder. Want al je kleinere broertje, je ziet hem altijd toch iets onder jou. En nu kom je samen in een topteam op dat moment. Ja, de kleine broertjes die worden ook langzaam gegroeid. Ik merkte ook dat Wout ook steeds beter werd. En onze niveaus die groeiden eigenlijk ook steeds verder naar elkaar toe. Ik zei altijd wel al zo van, ik ga wel prof worden. En dan keek op pap en op mij af en toe een beetje vreemd aan. En dan zei Henk van, Wout, je moet toch je studie toch eens afmaken. En ik word toch prof. Dat heb ik niet nodig. Ja, maar als je dat dadelijk wel nodig hebt, nee, ik word prof. Dat was zijn uitspraak steeds. En dus dat, zo is het ook geworden, ja. Tijdens de wedstrijden die wij nog reden, toen we bij elkaar in het team zaten. Nou, dat was natuurlijk wel leuk, want we konden allebei redelijk goed omhoog. Dus we begonnen vaak een etappekoers in Spanje. Op een gegeven moment was er een etappekoers en Wout had die bollentrui. Hij stond in de leiding van het bergklassement. Toen ben ik natuurlijk alles heb ik voor hem gedaan om hem uit de wind te houden en hem als eerste boven te krijgen op die klimmen. Dat was wel heel leuk om te doen met z'n tweeën. Nou, daar kwamen ze omhoog, Norbert en Wout samen. En het hele peloton achter zich aan. En Norbert bracht Wout naar voren toe. Nou, dat was echt geweldig om te zien, ja. Die waren zo trots dat hun twee zonen eigenlijk daar zo'n berg op zagen komen in Spanje. Als broekjes uit het Noord-Limburg. En immediately we get an attack. And it looks like one of the riders from Vacon Soleil. Unbelievable. Anyway, Wouter Poels, it is the man that's driving on here, looking for the stage victory in Tynmouth. And this looks like Wouter Poels to me, who was the leader on the King of the Mountains on day one. Muscad, le Hollandais Wouter Poels, vainqueur l'an passé à Belay. Nobody's going to catch the Flying Dutchman. This pulls the upkomst is. Pulls the upkomst is. Just straightening up the jersey, that's what they do in the professional game. And there is the victory salute. Als je jong bent, dan wil je prof worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En dan
is het wel mooi dat je zo dicht in de buurt komt en dat dan uiteindelijk ook nog lukt. Ja, het is gewoon heel mooi als je heel goed rijdt. Als je andere renners pijn kan doen in wedstrijden en goede prestaties neer kan zetten. Dat is gewoon mooi, daar doe je het voor. Om gewoon goede uitslagen te rijden. Je krijgt er ook wel veel voor terug, je komt op heel veel plekken. Dan moet ik zeggen dat je ook heel veel hotelkamers van de binnenkant ziet. Maar ja, dat is gewoon een soort leven wat je leidt. En ik hou er wel van, ik vind het wel mooi. Pap, die had wel last van hoesten af en toe en zo. En toen was hij naar de dokter geweest en die had hem naar het ziekenhuis gestuurd. Maar ja, kon eigenlijk van alles nog zijn. En toen had ik hier toevallig ook een benie door mijn trainingskant. Ik lag op de massagetafel. Die was net begonnen. En toen belde pap en toen nam ik even op. En toen zei hij van ik hoor geen 100 meer en zo en dat hij longkanker had. En dan is wel even slikken. Ja. Wout was in de voorbereiding van zijn nieuwe wielerseizoen en ja, papa was zo'n groot fan van hem. Dus die zei van, jongen, je moet echt alles voor doen voor dat fietsen. Ik ben nou ziek, maar dat betekent niet dat jij nou minder moet gaan trainen. En ook niet minder in Spanje moet zijn als je daar moet zijn. En zo ging dat dus thuis ook. Van, ja, Wout moest weer in december op trainingskamp of hij wilde daar weer gaan trainen. Dat was de planning met het team. En papa lag echt heel slecht thuis erbij, maar hij zei tegen Wout van, jongen, je gaat naar Spanje toe. Pap die ligt hier op de bank, maar jij gaat lekker trainen en trap nog eens een keertje wat harder, want daar krijg je meer energie van. En de tijd gaat snel en volgend jaar heb je nog betere prestaties. Dus papa die was eigenlijk tot op de laatste dag was hij bezig om Wout te stimuleren en om zijn prestaties zo hoog mogelijk te krijgen. Ja, dat was af en toe wel dubbel, want kijk, fietsen dat bleef gelukkig gewoon heel goed gaan. Maar ja, elke keer dat ik over de finish kwam, dan belde ik op. En dan, eerst was ik vroeg aan pap, hoe gaat het met jou? En dan, dat is wel apart. Ik weet nog wel dat ik in de Tirreno Adriatico werd ik in etappe tweede. Daar werd ik net geklopt door Gilbert. Het is een deadly attack van Vardepol. Fourth in Murcia last weekend. Looks like he might have it for the win. Amador is coming out on the outside though. There's real competition here. Is that Philippe Gilbert? Het is Philippe Gilbert. En dat vond pap, volgens mij was hij bij Omejoep of zo. En samen met mama was er die etappe gekeken. En dat vond ik wel mooi dat hij zei van, ik weet dat ik dood ga aan kanker, aan longkanker, maar ik had bijna een hartaanval voor de tv. Dus dat vond ik dat wel heel mooi dat hij dat zei en dat hij daar nog echt van kon genieten. Ja, toen ging het toch echt, iedere dag ging het achteruit met mijn vader. En ja, toen op een gegeven moment was hij 2 dagen daar en toen moest ik hem toch opbellen dat hij toch weer terug naar huis moest komen. Toen belde Norbert mij op van kom maar naar huis toe. Want gaat niet meer lang goed, zeg maar. Overal samen naartoe gegaan, vooral in de beginjaren, toen ik nog geen rijbewijs had. Ja, en dan bouw je toch wel een speciale band met elkaar op. Als dat dan een keer zo pad op hem wegvalt, dat doet heel veel pijn. De ronde van Luxemburg. De ene laatste etappe, de koninginnenrit. Dat was de eerste wedstrijd die ik won sinds papa is overleden, ja. En ik voelde me die dag heel goed. En ik denk, ik kan de etappe wel winnen. Dus ik ben vol meegegaan. En dan zit je in die sprint en dan weet je dat je gaat winnen. En dan schiet er wel even van alles door je hoofd. Ja,
ja, van dit, Henk, dit draag ik op aan jou. Toen ik die foto zag, ja, dan komen de tranen wel. En dan gaat er van alles door je heen. Ik denk, dit had Henk mee moeten maken. Ai, en daar ligt Westra links. Hunter opnieuw erbij betrokken. Hogeland wil een ander achterwiel. Het is complete chaos in het peloton. Dan lijkt er even iets aan de hand. Maar dan is ook Koes erbij betrokken. Direct dat het gebeurde ben ik naar huis gegaan en mijn moeder gebeld. Ik zeg, kom naar Maastricht toe. Ik zeg, dan rijden we samen naar Frankrijk toe. Ik zeg, dan gaan we naar het ziekenhuis toe, haal hem op. De weg naar, van Maastricht naar Nancy, nou, daar heb ik toch wel gedacht van, daar weet ik niet hoe je hem aantreft. Als je het nog helpt. En onderweg werden we steeds op de hoogte gebracht door de wielerploeg van wat er eigenlijk aan de hand was. Iedere 10 kilometer kwam er weer wat bij. Rib gebroken, ja, die mild gescheurd en noem maar op. En toen we binnenkwamen in het ziekenhuis, 's nachts om 12 uur, nou, dan weet je ook niet wat je ziet. Dan zie je ook maar zo'n hoopje liggen en ja. En dat was natuurlijk ook weer een vervelend moment dat je je broertje daar op de intensive care aan de apparatuur en dokters erbij en in het Frans. Dus ja, je krijgt niet alles mee wat er gebeurt. Het meest bedreigende op een gegeven moment was zijn toch op de orgaanfuncties. En dan heb je het aan de longen. Hij heeft een klaplong gehad op basis van een paar ribbreuken die hij had. Tevens heeft hij een mild probleem gehad en een nierprobleem. De mild en zoals de nier, die waren gescheurd. Het lichaam heeft zo'n klap gehad in die zin dat het echt een proces is geweest waar hij een capaciteit en een functies achteruit is gegaan. Dat hij de tijd moet geven om die functies weer te herstellen. Dan heb ik het niet alleen over de orgaanfunctie, maar ook de stofwisseling op celniveau. Waarbij alle enzymsystemen weer geoptimaliseerd moeten worden ten aanzien van die prestatie op de fiets. En dat is een kwestie van heel hard trainen. Wat voor termijn daarvoor staat, ja, dat is voor iemand op dit niveau bijna niet aan te geven. Daar zijn eigenlijk geen onderzoeken voor. Ik denk dat je de tijd moet geven om volledig te kunnen herstellen. En ook hij zelf ook de tijd moet nemen om te gaan herstellen. Ik denk dat het moeilijk is om volledig op topniveau terug te komen. Ik denk wel dat het mogelijk is, maar het zal moeilijk zijn. 2 weken intensive care en dan de laatste halve week de gewone afdeling en toen mocht ik naar huis toe. Ja, toen zat ik hier thuis dagen aan een stuk voor tv gekluisterd om tv te kijken. Want ja, mijn ribben deden ontzettend veel pijn. En ik had nog een slang door mijn buik dat ik zelf niet naar het toilet hoefde. En dan ben je echt een ziek mannetje eigenlijk, zo voelde het. Ik kon helemaal niks, alles deed pijn nog. Dus ja, dan zit je gewoon de dagen af te tellen. Dus ik ben erachter gekomen dat ik ook geen hobby's heb. Dus ja, vooral veel rust. Kijk, de grootste teleurstelling is natuurlijk voor Wout zelf. Wout heeft alle opofferingen gedaan. Ja, en we hebben er naartoe gewerkt als ploeg. En dan leg je daar ineens en is het voorbij, hè? Juist in de Tour de France. Wout heeft natuurlijk in het verleden al bewezen dat hij gewoon met de wereldtoppers mee kan. Hij is een paar keer nip geklopt door Rodriguez. In de Vuelta vorig jaar rijdt hij Wickens eraf. Wout Poels is niet zomaar een renner. Wout Poels is wel absoluut de wereldtop. En als hij, ja, ik zou niet zeggen meer constant, maar als hij gewoon alle dagen goed is, dan kan hij gewoon heel kort klassement gaan rijden in de toekomst. En daarvoor geven wij hem alle tijd, omdat we weten dat we met Wout Poels echt wereldtop in handen hebben. Drie maanden niet gefietst, eigenlijk helemaal niks gedaan en dan moet je weer beginnen. Dus we hadden mijn laatste slangetje verwijderd. Dat was een slangetje van mijn nier naar mijn blaas. En toen na 2 dagen mocht ik weer de fiets op. En dat is wel apart om weer je fietskleren aan te doen, die fiets klaar te zetten, je fietsschoenen aan te doen. Om die fiets te stappen en dan je eerste pedaalslagen weer maken.
gaat nog wel allemaal goed komen, kom ik nog wel op mijn oude niveau terug. Dat denk je wel af en toe, en je hebt tijd genoeg om erover na te denken. Dus ik heb daar niet bewust niet heel veel proberen aan te denken. Maar ja, want dan maak je jezelf ook alleen maar van binnen gek. Ik heb die eerste keer heel rustig gedaan, dat ik denk, ik ga me niet te moe maken. Maar dan merk je wel dat, dat je conditie er was, was niet meer heel veel soeps. Dus ik zat een heel licht verzetje en de hartslag ging gelijk de lucht in. En dan voel je wel natuurlijk dat het niet goed zit. Maar ja, op dat moment maakt het niet zoveel uit. Dan ben je lang blij dat je weer op die fiets zit. Dan kan ik weer aan mijn comeback, zeg maar, beginnen. Wanneer ben je geboren, Wout? Wanneer ben jij geboren? 1987. Kom op, pneumothorax. Wat was er nog meer? Ribfracturen. Nieren gescheurd, mild gescheurd, 3 gebroken ribben. En die long, dat was iets meer klaplong. Ja, pneumatisch. Ja. Had je verder nog blessures gehad vorig jaar? Nee, dat was het enige. Ja. Welke medicatie op het moment? Op dit moment? Ja, niks eigenlijk. Alleen van die multivitamines en zo maar. Ja. En heel af en toe Ventolin, maar dat is eigenlijk alleen in de koersen. Hoe voel je op het moment? Goed. Hoe gaat het met ademhalen? Heb je er last van, die doorademen? Niks. Geen beperkingen? Ook niet in die 20 minuten dat je bergop fietst, dat je denkt van hé, ik voel toch wat belemmeringen? Nee, eigenlijk niet. Gewoon weer normaal. Oké. Mag je even ontleden, jongen? Ik zou dat achter het... In het hoekje daar. Als ik naar zijn rug kijk, zie ik eigenlijk meteen een sinistra convexe scoliose. Waarschijnlijk is dat toch zijn gevolg van het ongeval geweest. Want ik ken Wout al wat langer en ik weet dat hij in het verleden niet gehad heeft. Heeft hij altijd een mooie rechte rug gehad. Als ik nu ook kijk, staat zijn schouderbladen niet meer symmetrisch op hoogte. Hij zit een beetje asymmetrisch. Als je globaal kijkt, zie je ook een lichte... Sinistra convexe scoliose, die gaat een beetje naar links hier. Mag jij je armen zijwaarts even tot boven je hoofd? Ja. Helemaal naar boven. En laat me zakken. Mag je dat een paar keer doen? Wat mij opvalt is dat die schouderbladen een beetje naar achter komen. Dus dat betekent dat die rhomboïdiërs een beetje te lijden hebben gehad. Mag je dat nog een paar keer doen? Je ziet ook dat die schouderbladen aan de binnenzijde, zeg maar, de tegen de kant tegen de wervelkolom, een beetje uitstaan. Dat betekent dat er een spierzwakte is van de stabilisatoren van het schouderblad. Mag je armen voorwaarts heffen. En dan zien we dat eigenlijk terugkomen in dezelfde beweging. Ook hier geringe asymmetrie. Mag jij heel even op de bank gaan zitten. Ja, dit is absoluut een valprobleem. En dat is ook waar we Wout voor gaan behandelen. We gaan beginnen met die inwendige problemen op te lossen. Dat noemen we de viscerale problematiek. En als dat opgelost is, dan gaan we daarna beginnen met de ossale afwijking, oftewel de standsafwijking van de botten. Maar eerst laten we die interne problemen eens mooi oplossen. Waar we ons veel meer zorgen over hebben gemaakt zijn toch de schade aan de nier en de mild. En de problemen die hij daaraan gehad heeft. En moet ik zeggen, dat is in eerste instantie mijn grootste zorg geweest, van dat hij daarvan zou herstellen. Gelukkig is hij kunnen behouden, het is allemaal goed gekomen. Dan zullen we zien in hoeverre die nieren volledig, of niet helemaal volledig, maar nagenoeg volledig hersteld zijn. Ja, en die mild, die is als het goed is volledig hersteld van het ongeval. Dus dat is een goed teken. En dan moeten we kijken hoe die zich verder gaat herstellen, fysiek. Toen naar buiten en dat was ook wel lekker weer, schoenen weer aan, fietskleren weer aan, bandjes oppompen en dan een rondje fietsen, dus dat was wel lekker, maar ook wel wennen.
Kijk, normaal zie je training weer 5-6 uur per dag. En dan een uurtje en dan was je al moe en deed alles weer pijn eigenlijk. Dus het hele lichaam moest weer overal aan wennen. Ik weet wel, als je lang niks doet en dan weer ergens aan moet beginnen, dan is het altijd wennen. Dus, maar ik dacht meer van, het is een stapje in de goede richting en we kunnen weer gaan opbouwen. Nou, wat denken we van dit jaar van Wout, René? Nou, ik ben heel positief gestemd. Jongen met karakter, zwerfval, goed opgekrabbeld, flink aan het trainen. Hij ziet er goed uit, dus hij oogt goed. Ik heb hoge verwachtingen. En dat wil niet zeggen dat hij ook al de eerste moet zijn, maar ik denk dat hij goed terug in koers is. Wat verwachten wij van Wout? Ik verwacht op de eerste plaats dat hij gezond blijft. Ik verwacht op de tweede plaats dat hij met ambitie gaat fietsen. En ik hoop dat we hele mooie massasprints krijgen. Ik hoop dat we hele mooie bergetappes krijgen. Ik hoop dat hij in wat betere tijdritten gaat rijden. Hij was op de goede weg. Ik vind ook dat hij in de kermiskoers geweldig moet presteren. Want dat zijn de feesten in de dorpen. En ik hoop dat hij overal vooraan en voorin zit. En ik weet niet of hij 1, 2, 3, 4 of 5 moet worden. Ik vind het ook al mooi als hij 15 is. Maar is het realistisch om te denken van na zo'n zware val kun je dan nog terugkomen? Als ik kijk naar Joop Soetemelk die in 74... met een schedelbasisfactuur uit de Midi Libre kwam. Die kwam een jaar daarna prima terug. Maar Joop was ook een vent waarvan iedereen wist dat hij zich goed verzorgde, dat hij veel rust nam, dat hij zijn lichaam alle mogelijkheden en ook zijn geest alle mogelijkheden gaf. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij de eerste wedstrijden goed doorkomt. Ja. Zonder valpartijen en dat soort dingen. Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen over het feit of het lichaam wil, maar het gaat ook gaat het tussen de oren goed. Ja. Is de fanclub erbij bij de comeback? Nou ja, comeback, hij heeft geen comeback, hij is een half jaar ziek geweest en dat is heel vervelend. De feitelijke comeback van Wout was, naar mijn idee, op de Vendag op 20 oktober. Toen we de Henk Poels Memorial hebben gereden, de koers naar zijn vader vernoemd. Waarin hij voor het eerst op de fiets zat met 60 man, 65 kilometer door Noord-Limburg heeft gefietst. En glimlachend van de fiets afstapte hier, het gaat goed met de jongen. Mensen op afkomen en heel gezellig. Heel erg spieken, maar meer van voor. We zitten nu in Spanje, in Benidorm, trainingskamp. Ten eerste eigenlijk gewoon weer een goede basis te leggen en weer een vorm te komen voor de wedstrijden. Want bij ons vriest het nou al overdag weer een klein beetje. Dus ja, dan kun je geen 5 uur trainen. En hier heb je gewoon de perfecte omstandigheden om weer de goede basis te leggen. En je bent met de ploeg op pad. Leert je nieuwe ploeggenoot ook weer een beetje beter kennen. We proberen hier hele goede training af te werken. En we hebben de afgelopen 3 dagen bijna alle dagen heel goed kunnen trainen. Met gisteren uitschieten tot bijna 200 kilometer. En het is heel goed om te zien dat Wout Poels die training heel goed doorstaat. Ik denk dat hij al vrij ver is. Ik vind dat Wout heel verstandig is. Met zijn comeback bezig is. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is volgens mij. Hij stippelt zijn traject echt heel goed uit. En ik denk dat hij toch al... Ik ben altijd heel optimistisch en... Ik denk dat hij al verder staat dan dat wij denken. Ik denk dat hij heel goed is. En dat we mooie dingen kunnen verwachten van Wout. Nou is vooral zeg maar gewoon veel duur vanmorgen trainen. Ja, gewoon uren maken, weer een hele goede solide basis neerleggen voor het seizoen. Ja, daar hoor ook die trainingskampen van de ploegen bij. Zelf ga ik op trainingskamp. Ja, ik verwacht gewoon dat Wout die gaat beter terugkomen als op zijn oude niveau. Hij gaat gewoon zijn ontwikkeling doormaken waar hij mee bezig was. En daar heb ik al het vertrouwen in.
En dat straalt hij ook nu uit, bergop rijden. En dan komt hij lachend naast de auto en vertellen dat de anderen een hartslag hebben van 10 hartslagen hoger. Dus dat wil zeggen dat hij vrij goed is. En dan geniet hij dan ook van. We hadden 6 uur 20 en 198 kilometer. En het ging wel lekker. Lichamelijk voel ik eigenlijk niks meer, dus dat is wel fijn. Dus alleen nou de conditie nog even wat aanscherpen en wat sterker worden en zo. Ja, daar heb ik nog even tijd voor. Dat moet nog allemaal net wat beter en dan hoop ik dat ik er weer het oude niveau heb. Heel of the ground, Fletcher. Ja, yeah, like that. More. A little bit more. Like this. Ja. Yeah. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go on guys, 8, 9, 10. Het is allemaal. Ik ben bijna door. Ik ben de enige wat te zien is, hè? Even kijken, Pats, deze. Ik heb dus een mailtje voor de Algarve. Stuur dat mailtje of stond dan niet meer in de stad? Ik begin op 14 februari, of 13. Nee, dat is dit wat ik jou heb gestuurd. Even kijken. Pieter. Maar dan moeten we eigenlijk wel heen gaan. Portugal, Algarve. We moeten kijken hoe het daar gaat. En voor het eerst met een peloton. Ja, dat kan hij toch. Ja, ik weet niet of hij schrik heeft of zo. Dus, ja, ik hoop. Een top 10 zou schitterend zijn natuurlijk. Maar je weet het niet. Bij mijn meter staat hij er wel goed voor. Hij gaat er voor de volle 100% voor. Ja. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik verwacht er nog niet zoveel van. Ik hoop natuurlijk dat hij wint. Maar ik verwacht. Ja, ik weet niet. Het is moeilijk te zeggen. Maar ik ga dan liefst wat eerder. En dan kunnen we vast die route bekijken. En dan de weg volspuiten. En een auto huren of wat wil je doen? Ja, auto huren. En dan gaan we het gewoon volgen. Dat is ook wel geregeld. Mooi. Topper. Het is de eerste keer dat ik mijn haar heb gekamd voor een test. Ja, dat had je ook niet meer hoeven doen eigenlijk. Nee. Prima. Je mag beginnen met trappen. Hou eens vast de trapfrequentie aan. Hier staat trapfrequentie, cadans. Die hoort maar zo. Dat klopt. En vermogen. Begin op 1 watt, even rustig, half minuut, even om te kijken of alles goed staat. De inspanningstest is een maximale inspanningstest. Die doen we enerzijds om zijn conditie te monitoren, anderzijds om te kijken of hij verder gezond is. Hij is fysiek redelijk hersteld. Waar we wel nu mee bezig zijn is het herstelproces. En dat zijn we nu met deze inspanningstest aan het monitoren. Dit is de eerste inspanningstest eigenlijk na de grote val in de Tour de France. Dat betekent ook dat deze test dus heel belangrijk is om te kijken hoe we hem verder kunnen begeleiden in zijn trainingsprocessen. Wout wordt daardoor begeleid door trainers binnen de ploeg, Aart Vierhout en Chris Brands. En dat doen we onder andere met de gegevens die uit deze inspanningstest komen. Op basis daarvan kan je zeggen van nou, we moeten meer naar het duurconditioneel gaan werken of meer naar de krachtsvermogens gaan kijken. Hou vol nu. Gaat nog een beetje? Mooi zo, kom op dan. Als jij een langere tijd op een ziekenhuisbed ligt, en zoals Wout nu in het ziekenhuis heeft gelegen 3 weken lang op de IC, dan weten we uit diverse onderzoeken dat een 3 weken opname in een ziekenhuisbed, dat veroudert het lichaam met ongeveer 30 jaar. Dat betekent dat we Wout, zoals we hem nu zien,
eigenlijk 30 jaar ouder moeten zien. Het is weliswaar zijn jonge huidje, maar van binnen is hij toch een stuk ouder geworden. We hebben de tijd, we nemen de tijd. En Wout moet ervoor zorgen dat hij met goede trainers, die we dus hebben in de ploeg, langzaam door kan werken aan een goed herstel. Dat hij weer, ja, de oude Wout wordt zoals wij hem herkennen en kennen. Of Wout exact op hetzelfde niveau zou terugkomen als vorig jaar in de Tour. Het is moeilijk aan te geven omdat er eigenlijk geen literatuur is over mensen die zo lang stilgelegen hebben, toch lange tijd niets gedaan hebben ter herstel, om dan weer terug te komen op het niveau. In theorie moet het mogelijk zijn, maar het zal wel een hele lange weg worden. De weg zal mogelijk zelfs langer worden dan wij verwachten. En Wout is nu tot op het bot gemotiveerd om aan iedereen te laten zien dat hij weer een goede comeback kan maken. En dat zie je dus ook, dat hij in die test echt heel diep kan gaan en wil gaan. En ook het beste van zichzelf wil laten zien. Bovendien heeft hij de afgelopen maand toch een flink wat omvangstrainingen gedaan. En daardoor laat je gewoon eigenlijk zien dat je dingen toch snel kunt oppakken. En zeker met zijn status van getraindheid en spieren hebben een soort van geheugenfunctie. Dat ze ook die beweging weer snel gaan oppakken. Hij pakt het relatief makkelijk op om die beweging opnieuw te maken. Nu graag naar voren Romain Vaillu, Rob Ruig en Wout Poels. Jij hebt natuurlijk echt iets heel heftigs meegemaakt. Is het dan dat je daar een beetje neerslachtig van wordt? Of word je dan juist nog gemotiveerder, nog kwaaier om dit seizoen wel tot een goed eind te brengen? Nou, klaar dan niet, maar wel gemotiveerd om heel sterk terug te komen. Ja, dat lijkt me wel lastig, dat je twijfelt van ja, kom ik ooit weer op hetzelfde niveau? Ja, dat natuurlijk wel. Van alles gebeurt en de doktoren zeggen wel dat alles weer goed komt. Dus daar moet je dan weer op vertrouwen en we alles kunnen doen, goed trainen, goed voor leven en dan komt het hopelijk wel allemaal goed. Hoe kan het dan dat jullie dan gewoon weer die fiets opstappen en zo'n koers gaan rijden? Ik zou dat gewoon niet meer durven. Ik denk dat is ook een beetje de passie voor het wielrennen. En ik vind het veel te mooi om er nou mee te stoppen. Dus, denk je dat je voorzichtiger bent geworden? Ik denk dat er wel mee gaat vallen. Het gaat nou met trainen allemaal goed. En daar had ik de eerste koers zullen we het zien als ik bang ben of niet. Nee. Wanneer is je eerste koers? 14 februari in Algarve. Ja. O Walter Poels, ele teve uma queda há 7 meses, regressou ontem à estrada depois de 7 meses sem participar em competições. Fez ontem a etapa, já rubricou o livro de ponto hoje, portanto é um. Dit is toch een eindje vliegen om even hier naartoe te gaan. En wij doen dat toch met oprecht voor stimulans voor Wout. Ja, anders was, ik denk dat Henk anders altijd hier was geweest. Henk ging altijd mee met Wout. En nu Henk er niet is, is het goed dat wij als broers erbij zijn. En in gedachten voor Wout, dat Henk er ook bij is. Ja. Ja, wij maken dan van dichtbij mee, we weten hoe het gaat, hoe dat is, hoe je langzaam opkrabbelt en dan zien we wel dat het gaat helemaal goed komen. Dat, dat is toch een sterke vent. Ik kan wel wat hebben. Ja, die pakt het allemaal toch wel goed op. Dus even, het was gewoon even moeilijk om te winnen. Ja. Nou, hij is hier weer terug.
Dat is mooi. Kom, ja. Kom op, Martje! Ja!